Ja, goedemorgen. Tweede kerstdag. Last Christmas. Wie kent het nummer niet van George Michael? En natuurlijk ook veel meer grote nummers. Fantastische nummers die hij geschreven heeft. Topnummers. Ja, hij is onverwachts. Als ik net bericht, is hij overleden. George Michael, 53 jaar, is thuis overleden. Zanger George Michael is op 53-jarige leeftijd overleden, zoals gezegd. Dat heeft zijn manager bekendgemaakt. Michael is in zijn huis buiten Londen vreedzaam heen gegaan. De familie vraagt om hun privacy te respecteren in deze moeilijke en emotionele periode. Michael begon zijn carrière in de jaren 80 met Wham. Ja, wie kent Wham niet? Later ging hij succesvol verder als solo-artiest. De popster heeft ruim 100 miljoen platen verkocht. George Michael werd geboren als Georgios Kyriakos Panayiotou, wat een moeilijke naam, het is niet anders, in het noorden van Londen. Wham! Kersthit Last Christmas staat op 530 in de top 2000 van dit jaar. Het heeft natuurlijk nog helemaal een bijzondere lading. Ieder jaar hoor je rond de kerst Last Christmas van George Michael. En nu is hij heen gegaan, is hij niet meer. Even de grootste sterren uit de popmuziek is niet meer Last Christmas, maar zo positief.